De winnaar, Jeugdsportgroep, is geworden de Flevo Ruiters Voltiese Team 2. Ja, omdat we Nederlands kampioen zijn geworden, denk ik. En verder weet ik eigenlijk ook niet waarom. De sportcoach van het jaar is geworden Nicky Heijboer. Aan de ene kant hadden we dit jaar alles wel 5 en Nederlands kampioentitels. Maar ja, je andere sporten zijn ook heel goed. Hoe lang doe jij dit al? Ik ben al 14 jaar trainer. En ook 14 jaar op dit Nederlands nationale niveau? Nee, helemaal niet. Nee. Nee, sinds een jaar of 5, 6 zitten we op het nationale niveau. Voltige, wat is daar leuk aan? Je bent heel vrij op een paard. Je kan alles doen, je kan doen wat je wilt. En je doet het met z'n allen, je doet het nooit alleen. Je doet het met een paard, met de longeur, met de trainer. Dus dat is wel heel leuk. Alles, met paarden, kinderen. Nee, het is inderdaad wat Manon ook al zei, gevoel van vrijheid of zo krijg je ervan. Het is gewoon heel leuk als nieuwe dingen lukken en ja, het is een goed gevoel krijg je ervan. Hoe komt het dat Dronten als klein dorpje zoveel Nederlands kampioen en Voltige afleveren? Ja, omdat het supergoed gaat met de paarden en we een hele leuke groep met trainers hebben en daardoor een hele leuke groep Voltigeurs hebben. En als de sport leuk is, ja, dan komen de prestaties vanzelf. En deze prijs, is dat een hoogtepunt voor jullie? Hadden jullie het verwacht? Ja, het maakt het seizoen wel af. Het is wel een beloning. Dus ja, het is wel leuk. Ja, precies. Ja. En verwacht? Nou, nee. Eigenlijk niet. Nee. Nee, des te leuker. Ja. Jullie krijgen een nieuwe manege. Kijken jullie daar naar uit? Ja, het is wel nodig dat we een nieuwe manege krijgen. Je moet er heel hard om lachen. Is het zo erg? Het mag droog blijven. Ja. Als het regent, dan regent het binnen ook. Maar betekent het ook dat jullie sport dan nog weer een nieuwe impuls gaat krijgen in die nieuwe manege? Dat weet ik niet. Het is natuurlijk wel een supermooie locatie, maar je moet wel de trainers en de paarden hebben. En dat maakt niet uit welke locatie je traint. En hebben jullie een trainer, de beste trainer van Dronten? Dus de paarden is dan nog het enige probleem, begrijp ik? Ja, denk het wel. Want? Nou, die worden al wat ouder en ja, het is toch een dier, hè? Het kan zomaar dat ze een blessure hebben of dat, ja. Dus de grote wens is eigenlijk nieuwe paarden? Ja, eigenlijk wel. En zit dat erin? Kunnen jullie dat regelen? Nou, als er een paar sponsors zijn, dan... Kijk in de camera en doe een oproep. Nou, wil je een nieuw paard sponsoren voor de Voltigevereniging? Klop bij ons aan. Ja, en hopelijk wil de gemeente ook meer bijdragen aan alle sporters in Dronten. Want? Je vindt dat de gemeente meer kan doen? Ja, ik vind dat de gemeente wel meer kan bijdragen, financieel. Oh ja.